Hey jongens, ik ben Dennis, ik ben Denske en vandaag heb ik een soort van vlogvideo voor jullie. En jullie zijn waarschijnlijk niet echt vlogs van mij gewend. En ik ben er zelf ook niet echt gewend om te doen, dus verwacht er alsjeblieft niet te veel van. En normaal gezien als je echt een vlog doet, dan pak je bijvoorbeeld je telefoon of je camera. Je doet een beetje door je camera in lopen ofzo. Nou, daar ben ik niet echt goed in. Denk, weet je wat, ik doe het gewoon even dus zo. Want het is voornamelijk bedoeld als update video. En toevallig dat ik nou toch niet online kan gamen. En ik zal even uitleggen hoe dat zit. Ik ben nou aan het uploaden. Ik ben een GTA video aan het uploaden. Dat was van die update van gisteren. En dat is een video van een half uur. En ik heb hem gisteravond om 3 uur s'nachts aangezet. Ik was gamen tot ongeveer 3 uur s'nachts met Shota Kanel, Teun, vriend van mij. En een paar subs. En we waren GTA aan het doen tot een uur of 3. En daarna heb ik hem gelijk aangezet, de upload. En het is nou, even kijken om precies te zijn. Het is nou kwart voor 5. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Het is in ieder geval nou kwart voor 5. En de video is nog steeds niet klaar. En ik kan nou dus nog niet... En niet online game, want daar heb ik enorm veel lags. Ik doe eventjes een vlog voor jullie maken om jullie te informeren van hoe het nou zit met Outlast. Want heel veel mensen willen weten waarom ik ben gestopt met mijn Outlast walkthrough. En ik zal eventjes uitleggen hoe dat dus zit. En eigenlijk kon je het al een klein beetje weten, want in mijn laatste Outlast episode had ik het volgens mij al uitgelegd. Want laatst heb ik een keertje een sessie van een uur lang heb ik Outlast gerecord. En normaal, dan doe ik dat bijvoorbeeld bij zombies doe ik dat ook. Dan doe ik dat in delen knippen, dan doe ik het in delen uploaden, want anders is dat gewoon niet te doen. Nou, bijvoorbeeld een video van een half uur. Dat duurt mij 15 uur om te uploaden of zo. Laat staan als ik nou een video van een uur heb. Dat duurt mij gewoon te lang. Dus dat kan niet. Maar in ieder geval, ik heb van die walkthrough. Of in ieder geval van die sessie die ik gerecord van een uur lang. Heb ik een kwartiertje geüpload. En toen zei ik ook aan het einde van die video. Er is iets fout gegaan met deze video. Waardoor die na 20 minuten of zo ineens crasht. En ik dacht persoonlijk dat aan Sony Vegas lag. Sony Vegas is het programma wat ik gebruik om mijn video's te editen. En ik ben erachter gekomen dat het daar niet aan lag. Het lag echt aan de video zelf die ik gerecord had. Op dat moment, ineens dan verspringt hij. En dan ben ik ineens op een andere plek. En dan blijkt dat hij in iets van, laten we zeggen, 5 minuutjes niet gerecord heeft of zo. En dat is heel irritant, want dan moet je allemaal gaan knippen. En je hebt natuurlijk ook jouw stem, want die record ik niet tegelijk. Die record ik apart in 2 verschillende programma's. En die voeg ik samen. Dus mijn stem liep ineens niet meer gelijk. Dus ik dacht van, weet je wat, ik fix dat een andere keer. Want ik upload toch maar 1 keer in de week Outlast. En ik heb dat eventjes links laten liggen. Op dat moment ben ik even andere dingen gaan uploaden. Bijvoorbeeld Call of Duty. GTA, weet ik veel wat, iets in die richting. En op den duur dacht ik van, weet je wat, ik ga weer Outlast even proberen te editen. En toen kwam ik erachter dat ik die video verwijderd had. En ik denk dat ik wel weet wat er aan ligt. Want op een bepaald moment dan doe ik gewoon eventjes mijn computer opschonen, zeg maar. Ik flikker allerlei gameplays weg, dan selecteer ik gewoon alles. En dan sleep ik naar de prullenbak en dan zeg ik, fuck you, en dan rukt het weg. En er zijn meestal gewoon gameplays die ik zelf niet goed genoeg vond. Bijvoorbeeld 18 guns, streak of zo, een Call of Duty, ja. Wat moet ik daarmee, die flikker gewoon weg, weet je wel. En bestanden die heel erg groot zijn. Soms dan zit ik bijvoorbeeld Call of Duty een uur lang aan een stuk te recorden. En dan weet ik toch dat er eigenlijk niks speciaals echt in gebeurt. Dan flikker ik die ook gewoon weg. Want ik laat mijn Elgato meestal gewoon aanstaan tijdens het gamen. En waarschijnlijk heb ik dus ook die Outlast video verwijderd. En het probleem is, Outlast is een campaign game, zeg maar. Je moet echt alles volgen, anders snap je niet meer wat er gebeurd is. Dus als ik ineens een uur lang van die game niet kan recorden, dan weten jullie ineens niet meer waar ik ben en hoe ik daar ben gekomen en al dat soort dingen. En toen dacht ik van, ja, nou is eigenlijk een beetje een probleem. Nou ben ik ineens op een random plek. Niemand weet hoe ik hier ben gekomen, behalve ik. Ik kan het wel uitleggen, maar ja, dat is voor mij ook alweer 2 weken geleden of zo. Dus ik weet eigenlijk ook niet meer hoe ik daar ben geweest. Wat er allemaal is gebeurd in de tussentijd. En toen dacht ik van, ik ga even kijken naar mijn video. Mijn laatste Outlast video. En toen keek ik. En toen zag ik dat de views eigenlijk heel erg weinig waren. Op het moment heb ik misschien 1800 views of zo. En die video staat al 2 weken op. Voor de rest misschien net 260 likes of zo. En toen dacht ik van, ja, ik krijg weinig likes, ik krijg weinig views op deze video. Mensen zullen die Outlast niet meer zo leuk vinden. Dus weet je wat, Outlast, laat maar. Ik stop wel gewoon met heel die Outlast. En daar heb ik verder rest ook geen aandacht meer aan besteed. Alleen laatst dat krijg ik steeds meer mensen die vragen, waar blijft Outlast? En nou weet ik eigenlijk niet echt wat ik ermee aan moet. Want ik kan wel weer Outlast uploaden, dan ben ik ineens op een random plek. Jullie weten niet hoe ik er ben geweest. Of ik kan heel die game weer overnieuw spelen, tot ik weer op dat punt ben. Dat is misschien niet zo heel erg lang, want het zijn maar een paar episodes. Laten we zeggen dat dan 1,5 uur spelen is of zo. En dan ben ik weer op die plek. En dan kan ik vanaf dat punt weer verder. Maar ja, ik weet niet, ik heb er ook niet zoveel zin in. Dus als jullie echt heel graag Outlast willen zien, dan moet ik dat ook merken. Ik bedoel, als ik op mijn eerste episode bijvoorbeeld 400 likes krijg en op mijn laatste 260, dan weet ik dat er sinds de eerste en de laatste episode dat mensen het niet meer zo leuk vinden en niet meer volgen. Dus ik moet weten of jullie het echt leuk vinden. Bijvoorbeeld laten we zeggen dat we op mijn laatste episode gewoon weer 400 likes gaan vragen. En die episode die al lang online staat dus, moet je eventjes gaan zoeken. Volgens mij is het episode 3 of 4, volgens mij 3, ik weet niet zeker. Maar moet je even kijken op mijn kanaal. En als we bijvoorbeeld op die video 400 likes krijgen, dan kan ik bijvoorbeeld verder gaan met Outlast. En dan moeten jullie in deze video me even achterlaten. Moet ik gewoon heel die game overnieuw gaan spelen? Dat is waarschijnlijk wat jullie zullen zeggen.
Want jullie merken dat er toch niks van, ik moet dan die game weer gaan spelen. Of jullie zeggen, ga gewoon weer verder van het punt waar je bent nou. Want er is in principe niet heel veel spectaculairs gebeurd. Maar ja, als ik bijvoorbeeld nou weer helemaal overnieuw zou spelen. En ik ben weer op het punt waar ik was. Dan weet ik al waar er gaat komen. Als jullie kunnen begrijpen wat ik nou aan het vertellen ben. Ik snap het zelf niet helemaal meer. Maakt het niet van niet uit, maar ik wil jullie even over informeren. En ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan zeggen. En ik dacht van ja, dit is toch het mooie moment eigenlijk om eventjes zo'n video te recorden. Omdat ik nou toch niet online kan. Dus ik ga in ieder geval op het moment eventjes Call of Duty Zombies voor jullie recorden. Op het moment staat Origins aan. Ik weet niet of dat dit trouwens werkt. Dit zou echt epic zijn. Als ik nou... wacht even, mijn camera. Misschien kun je het zien. In ieder geval, als het goed is kun je nou in mijn tv kijken. Want mijn webcam staat op mijn tv. Staat misschien, hier kun je zien dat mijn microfoon staat. Daar zie je mijn webcam, ik weet niet of je mijn vinger kan zien. In ieder geval, je ziet nou dus zombies. Dus jullie kunnen misschien wel raden welke map ik ga doen. Ik zou zeggen, laat het in de comments achter welke map ik ga doen. Want daar staat op de achtergrond. En ik ga het eigenlijk meer als oefenen eventjes weer voor zombies. Want ik wil heel graag weer meer zombies uploaden. En dat is iets wat ik eigenlijk deed, wat heel veel mensen niet deden in de Nederlandse YouTube scene. En dat klinkt heel erg raar, maar in ieder geval, ik deed vooral zombies en GTA. En dat zijn eigenlijk twee dingen die voor mij het meeste bekeken worden van mij. En ja, multiplayer, daar wordt niet heel veel bekeken. Maar dat is vooral Jaraski, die uploadt heel veel Call of Duty. En daar wordt meestal multiplayer gekeken. En mij dus bijvoorbeeld zombies of GTA. Dus ik wil eigenlijk zombies weer een beetje terugbrengen. Vooral omdat nou ook niet ieder jaar een nieuwe Call of Duty uitkomt. Of nieuwe Call of Duty zombies. Of ja, om het jaar eigenlijk niet ieder jaar. Eerst was het Treyarch Infinity Ward, Treyarch Infinity Ward. En iedere keer als Treyarch aan de beurt was, kwamen zombies. Maar nou is het volgens mij gewoon Treyarch Infinity Ward Sledgehammer. Of in ieder geval iets in die volgorde, waardoor we nou een jaar langer moeten wachten op nieuwe zombies. Dus waarschijnlijk dat ik nou gewoon wel weer zombies ga uploaden, want er toch geen nieuwe zombies aankomt. Dus ja, in ieder geval, ik denk dat ik zo meteen de video maar afkap. Ik ga toch allemaal onzin lullen. In ieder geval, ik hoop dat het leuk vond. Laat eens met een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer. Adieu.